Moet ik mijn kind met astma een extra puffer geven in de zomer? Annika Aerts, bedankt voor je vraag. Als je kind astma heeft, dan is de eerste stap een medicijn te geven door middel van een puffer die ervoor zorgt dat de luchtwegen meer open gaan staan. Ook wel een luchtwegverwijder genoemd. Dit geef je alleen op het moment dat je kind klachten heeft. Soms is het nodig om daarnaast nog een extra puffer te geven die je kind dagelijks moet gebruiken. Dit is een puffer die ervoor zorgt dat de longen in goede conditie blijven. Die puffer is een corticosteroïd die ontstekingsremmend werkt. Of je kind het nodig heeft, ligt eraan hoeveel klachten je kind heeft van astma. Soms wordt het advies gegeven om dit alleen te gebruiken in de periode waar je kind het meest last heeft van de astma, bijvoorbeeld in de winter. Of het verstandig is om het ook in de zomer te geven, ligt er dus aan hoeveel klachten je kind heeft in de zomer. Bespreek het dus met je huisarts.